Hartelijk welkom bij dit onderdeel van C Leeuwarden. En op uitnodiging van Friesland Foto Festival en C Leeuwarden is Robin de Puy vanmiddag ons gast. Nou, zoals je net gehoord, ik ben Ton Groothaar. Ik ben mede-organisator van het Friesland Foto Festival. En ik mag haar de vragen stellen. Jullie kennen Robin de Puy natuurlijk. Zij is dit jaar fotograaf des Vaderlands. En ze is bekend geworden van een roadtrip op de motor door Amerika. Dat komt straks allemaal nog terug. En de film over deze trip is genomineerd voor de Emmy Award. Heel bijzonder. Robin, van harte welkom. Dankjewel. Nou, even vooraf. Dit interview met Robin zal eigenlijk gedaan worden door Klasina Hofsteen. En samen met Elske heeft zij dit gesprek voorbereid. Maar door familieomstandigheden kan Klasina helaas niet komen. En nu mag ik het dus doen. En voor mij is dat een grote eer. We zijn hier met heel veel fotografen in de zaal. En een fotograaf voelt zich het meest comfortabel achter de camera. En jij zit nu zonder camera. Hoe voelt dat? Ja, ik zit zonder camera, maar ik mag wel over foto's praten. Dus dat, dat helpt al. Ja, en er zijn heel veel camera's hier achter. Dat klopt wel. Ja, ja. Oké, nou, fijn. We hebben dit interview onderverdeeld in 4 blokken. Mm-hmm. En na elk blok krijgen jullie gelegenheid om vragen te stellen. Elske gaat straks dan met de microfoon de zaal in. En dan kunnen jullie dan vragen aan Robin stellen als jullie die hebben. En de blokken zijn, blok 1 is fotograaf des Vaderlands en jouw carrière. Blok 2 gaat over jouw Amerika-reis. Blok 3 gaat over jouw werkwijze en techniek van de camera. En blok 4 gaat over dat je films maakt, films versus fotografie en je laatste project of een van je laatste projecten, Studio Aleppo. Ja, prima. En, dus dan, en dan zijn we, oh, ik zal de tijd nog in de gaten houden. Mag ik mijn mobiele telefoon even? Zo. Ja, ik moet van alles doen, dus dan, hopelijk komt het allemaal goed. En dus ik doe de stopwatch druk ik nu in. Dus dan hebben we een kwartier voor het eerste blok. Oké, okay, go. Ja, go. Ja. Jij bent fotograaf des Vaderlands dit jaar. Vanaf wanneer eigenlijk? Vanaf vorig jaar september ben ik dat. Oké, okay. Ja. Bijna een jaar. Ja, nou ja, alweer een jaar. Ja. 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 Maar wat houdt het precies in? Fotograaf des Vaderlands doet onder andere lezingen en trekt een beetje het land in om natuurlijk het gesprek gaande te houden over fotografie. Ieder jaar krijgt ook die fotograaf des Vaderlands een thema waar dan een project aan vastgekoppeld wordt. In mijn geval was dat kijk, dit ben ik, met een link naar de portretfotografie. Dus ik dacht, ja, dat past perfect natuurlijk bij mijn werk. En ik vond dat ook wel een goed moment om eens iets langer met één persoon bezig te zijn. Dus normaal gesproken ben ik natuurlijk, maak ik een portret, hè, ben ik even 10 minuten bij iemand, maar vervolgens ga ik weer door en dan, nou ja, hè, dan was dat het. Terwijl nu dacht ik, ja, volgens mij is het goed om eens te kijken wat er gebeurt als ik langer met iemand optrek en daar een project omheen bouw. Dus dat heb ik toen gekoppeld aan kijk, dit ben ik. Ik heb dus aan mijn oom gekoppeld in Denemarken. Nou, misschien kunnen we even gelijk overgaan naar jouw oom. Mm-hmm. En is jouw eerste project, mm-hmm, als fotograaf des Vaderlands. Ja. Oom heeft Alzheimer. Ja. En, ja. En waarom heb je deze serie gemaakt? Nou, mijn oom, ten eerste fascineert mijn oom enorm. Ook voordat hij Alzheimer had. Het is een man die... het is een Nederlandse man, wonend in Denemarken, is echt, hoe lang word ik, 50 jaar geleden verliefd geworden op een Deense vrouw. Maar in alles is het een man die, ja, die eigen is. Zijn taal, hij spreekt tegen mij Nederlands, maar wel op een soort Deense manier. Dus af en toe verzint hij een woord of maakt hij er net een andere versie van, waardoor het, ja, soms bijna allemaal als gedichtjes klinken. Het is heerlijk om naar die man te luisteren. Ja, en hij heeft een enorm karakteristieke kop, dat ook nog eens. En toen 2 jaar geleden, denk ik, zei mijn tante, toen ik bij ze was... Ik heb ook wel echt een hele goede klik met hem. Bijna, ja, je zou bijna kunnen zeggen vader of opa, of hij lijkt ook heel veel op mijn vader. Het is een heel hechte band. En mijn tante zei toen, ik heb het gevoel dat we
dat ik nu al iedere keer afscheid van hem moet nemen. Wat ik heel erg goed begrijp vanuit haar, omdat ze natuurlijk haar maatje kwijtraakt. Hè? Dus de gesprekken die ze voerde, die worden andere gesprekken. En zij krijgt natuurlijk, ze zorgt meer voor hem en voor een andere relatie eigenlijk. Terwijl als ik naar hem keek, zag ik dat oude lichaam, die mooie kop. De wijsheid hoorde ik ook van een oudere man. Maar wel op een heel kinderlijke manier is hij daar constant mee bezig. Dus hij zal misschien niet zo reageren zoals wij verwachten dat iemand reageert op een vraag. Dus hij heeft daarin ook, laat hij ook een beetje zo de regels gaan. Hè? Dus hij kan zomaar weglopen of hij kan blijven hangen in iets enorm kinderachtigs. Wat eigenlijk ook af en toe best wel zaligmakend ook kan zijn. Dus een goed voorbeeld ervan was bijvoorbeeld, we zagen net zo'n foto van hem met dat hoedje op in de tuin. Ja. En zo'n voorbeeld is dat we in de tuin en hij leest de krant. En dan opeens wordt hij herinnerd of dan schiet dat in zijn hoofd van dat hij dan in de oorlog of rond die tijd was hij altijd vouwde die papieren hoedjes. En dan ontstaat een heel verhaal en hij neemt je dan daarin mee. En voor je het weet ben je 2 uur later nog steeds hoedjes aan het vouwen. Loop je zelf met een hoedje op in je hoofd. Dan gaan een soort piraat in de tuin in een bosje. Dat je denkt, oh heerlijk. En dan gaat zo de tijd voorbij en dan ben je alleen maar dat aan het doen geweest. Dus het is, ik vind dat... Het lijkt alsof je de camera gebruikt om hem beter leren kennen. Of om een relatie te onderhouden. Of om, waarom fotografeer je? Ik fotografeer dat omdat ik dat gevoel, dat wil ik delen. Ik bedoel, Alzheimer zullen we allemaal in de eerste instantie denken, medelijden met iemand krijgen, iemand wordt kleiner, iemand wordt zielig. Of... Terwijl er zit voor mij ook een kant aan die nogmaals iets fijns heeft of zo. En ik denk in mijn fotografie, als ik alles bij elkaar zie, is dat ook wel wat ik doe, waar ik mijn camera voor gebruik. Namelijk iets onaangepast of iets wat we snel zullen zien als anders of zo, op zo'n manier wil brengen dat het toch ook weer een soort schoonheid krijgt of zo. En wat vond je tante ervan, van de serie? Mijn tante die vindt het geweldig, maar ook omdat mijn oom, mijn oom ging helemaal, die ging zo mee in mijn project ook. Dus we gingen bijvoorbeeld, hij had al jaren niet gezwommen, simpelweg, terwijl hij vroeger altijd in het meer zwom en zo. En nu deed hij dat niet meer, omdat hij dan een beetje bang daarvoor was geworden. Mijn tante is een prachtig vrouwtje, maar heel smal en klein. Dus die kan nooit mijn oom uit het water krijgen als hij daar in blijft of niet eruit kan. Dus ik dacht, ik ga dat dan met hem doen. En dan gaat hij in het water en ik ging hem ook filmen. En zegt hij van, zag je me nog wel? Want ik was de hele tijd onder water. Terwijl, hij was af en toe deed hij zo zijn hoofd even zo onder water. Maar natuurlijk dat grote lijf was de hele tijd daar. Dus het is dan, voor hem, en dat zijn ook uitjes. En het is helemaal, hij heeft er helemaal zin in. Maar helpt het dat je iemand goed kent? Het kan helpen. Ik denk niet dat het noodzakelijk is om iemand goed te fotograferen. Dat je die persoon goed moet kennen. Maar als je niet had gekend, dan had je een andere serie gemaakt? Nee, dat denk ik niet. Nee, eigenlijk. Nee, nee. Nou, leuk. Ja. Ja. Dat het zo werkt voor jou. Ja. Even kijken. Je hebt nu een hele serie gemaakt van je oom. Mm-hmm. Je maakt er heel vaak 1 portret. Ja. Is er een verschil tussen? Ik was altijd een beetje bang dat als ik dan... voor mij 1 portret... dan heb je gewoon 1 sterk beeld. En ik ben een beetje bang... dat was een beetje bang. Als ik dan een heel project daaromheen bouw, blijft het dan nog steeds interessant. Ik ben niet, ik vind mezelf niet een documentair fotograaf of zo. Ik gebruik wel documentaire aspecten, maar ik enceneer daarin zelf ook en ik regisseer het ook. Dus in dat opzicht, ik bedoel, ik had hem ook kunnen fotograferen van, hij komt uit bed en dan gaat dan, zo vertellen hoe zijn dag gaat. Dat doe ik dus niet. Nee. Dus ik was een en ik zoek dan dus naar een manier waarop het interessant blijft. Dus als ik mijn fotografie toepas op hem, hoe blijft het dan interessant als ik dat keer op keer herhaal in een portret of in een stilleven? Maar dat lukt schijnbaar. Dus dat, Je hebt eens gezegd dat een portret meer vertelt over de fotograaf, mm-hmm, dan over de geportretteerde. Ja, In het geval van ome Jan, wat zie ik dan in jou? Ik denk als je het in het grote geheel ziet, mijn fotografie, ook dit, ik bedoel, mijn fotografie ligt er niet om, het is vrij confronterend, het is vrij dichtbij en intiem.
Ik denk dat mijn oom dus ook... Ik denk dus ook de keuze voor het onderwerp vertelt heel veel over de fotograaf. Ik zal vrijwel altijd, als ik zelf die keuze heb, iemand opzoeken waarin ik natuurlijk iets herken en waarbij ik me op mezelf, of op mijn gemak voel. En mijn oom is ook een beetje een loner, is op zichzelf wel. Dus ik denk dat dat ook wel voelbaar is in de fotografie. Maar je voelt ook, denk ik, ja, ook de liefde voor hem of zo. Ik denk dat dat ook voelbaar is in het beeld. Maar ja, ik denk dus inderdaad dat ik beslis bijvoorbeeld wanneer ik op de knop druk. Ik kies het beeld. Ik kies ervoor om het in zwart-wit te zetten. Ik haal dingen uit beeld. Je hebt als fotograaf een heel bepalende rol in wat je laat zien. En ik denk dat heel veel mensen dat vergeten. Dus ze gaan uit van een waarheid. Ze denken iets te zien van die persoon. Terwijl ik denk dat het dan, dat is een beetje kort door de bocht. Volgens mij zie je namelijk dus op die manier veel meer van de fotograaf. Wat heb je uiteindelijk bij die serie gedaan? Hij heeft op een expositie gehangen in het Breda's Museum. En ook een video-installatie bij. Dus het was een donkere ruimte met een... met voor en achter je twee grote schermen. En dan werd je door middel van het geluid werd je van het een naar de andere kant geleid, zeg maar. Eindigend met met mijn oom die de klompendans doet. Met dat fantastische lichaam van opslippers dan wel. Nee. Maar dus het heeft daar gehangen. Okay. Ja. Nou, we gaan over naar een ander onderwerp. Mm-hmm. Dat zijn portretten over jezelf. Mm-hmm. In de Volkskrant magazine, zaterdagochtend werd ik wakker en pak het magazine. Mm-hmm. Want er zijn altijd hele mooie foto's in. Ja. En er kwamen fantastische portretten van jou. Van, ja. Het is een groot verschil, denk ik, als je voor of achter de camera staat. Hoe heb je dat ervaren? Nou, deze serie kwam voort uit mijn... uit mijn ding van... waarin ik dus zeg van... volgens mij zien we dus meer van de fotograaf dan van de geportretteerde. Toen zei de kant, ook wel eens, het is leuk dat je dat zegt. Maar dan gaan we dat ook testen. Ja. Dus toen werd ik door 5 verschillende fotografen gefotografeerd. En ik eigenlijk werd ik alleen maar ondersteund in mijn gedachten daarover. Omdat... Wie heeft deze gemaakt? Jouk Oosterhof. Vertel je zo. Nou, dit was ook wel een interessant ding. zij wilde mij naakt fotograferen. Dat heeft ze ook gedaan. Maar Stefan van Vleteren ook. En ik dacht, bij Stefan ging het een soort van, we waren op de afsluitdijk en hij was alleen. Dus geen licht, geen fysicist, geen stylist erbij. Dat ging deze, allemaal, hè? Ja, het ging allemaal op een heel andere manier. Je pakt je tepel. Ja. Nee, dat deed hij dus. Dan vraagt hij van, wil je even je tepel pakken? Nou, hij deed het op zijn Vlaams natuurlijk. Een soort van, eigenlijk durfde ik niet te vragen. Toen zei ik, wil je gewoon dat ik in mijn tepel kan? zei hij, ja, dat bedoel ik. Oké. Ja. Maar ja, dit is wel, voor mij was het heel... veelzeggend, omdat ik bij Jouk ging ik uiteindelijk dus ook, ze begon met een naaktbeeld, maar er was dan een stylist bij en een fysicist en was op een, als ik dit zeg klinkt het ook hilarisch, ik moest op een tafel zitten in een tuin langs ook nog eens een weg, dus er kwamen allemaal auto's voorbij en ik vond het allemaal maar een gedoe en ik moest zo en dan kon ik niet bewegen en zij is heel erg zo als een vorm met je bezig, dus eigenlijk veel minder met emotie en natuurlijk vroeg ze wel van ben je nog wel oké? Okay? Maar dat ging op een heel andere manier. Als Stefan, die zei van, ik voel me wel onzeker dat ik jou nu moet fotograferen. Maar dat voelde ik ook. En samen stapten we daarin. En constant was hij een beetje zo aan het voelen van, ben ik nog oké of niet? En het ging zo heel terloops. Ging dat goed? Daar ging ik ook naar huis met een heel rustig gevoel. En bij jou dacht ik daarna, ik wilde dit helemaal niet. En ik ben daar toch in beland of zo. Waardoor ik me dus ook opnieuw weer besefte hoeveel macht je eigenlijk hebt als fotograaf. En hoe makkelijk je eigenlijk iemand ergens in kunt zetten zonder dat die persoon dat misschien eigenlijk wil. Dus dat je daarin ook een verantwoordelijkheid hebt als fotograaf. Maar dat ik dus... Ik wilde er niet een grens aan geven. Omdat ik dacht, ik wil dat ze mij als object of als mens hebben. En totaal hun eigen dingen mee mogen doen. Maar dit was dus voor mij ook helemaal niet... Eigenlijk was het helemaal niet mogelijk. Ik deed het wel, maar daarna was ik helemaal van slag en in paniek. En dacht ik, god, wat moet ik hier nou? Wat moet ik hier dan mee? Maar kennen jullie al die fotografen? Nee, ik had... er zit er eentje bij, Ernst. Ernst is mijn beste vriend. Dus dat...
Dat is die met dat blauwe water en in bad. Oh ja. En Anne-Sophie heb ik wel eens gefotografeerd. Daar heb ik ook toen een portretprijs mee gewonnen met dat portret van haar. Dus dat was leuk dat dat dan nu omgekeerd was, zeg maar. Maar ik denk dus dat al deze foto's absoluut... Nee, ik bedoel, ik ben het 5 keer. Maar ik zie 5 totaal verschillende vrouwen. Dus ook daarin denk ik... Ja, dat, je wordt bevestigd dat... dan dat... dat ja. Ik bedoel, deze is door Koos gemaakt. Nee, ja. Sorry, maar dat zegt, dit zegt heel veel over Koos. Gewoon, het is een statig beeld. Hè? Er staat hier iemand tegenover me die weet wat hij doet, daar controle over heeft. Maar ook, nou ja, wel met die knipoog, met dat pistool in mijn hand. Het is direct. Het is niet per se lief. Nou, je Koos, als je de 5 fotografen die op een rij zou zien staan, denk ik dat je dus de foto's bij de goede fotograaf legt, ja. Eigenlijk. Ja. 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 Dat was een leuke ervaring. Ja, ja, nou leuk. Ik vond het, ik was wel blij toen het voorbij was. Maar het was wel een goede ervaring. Ja. Ja, ja. Oké, okay, want ik zie dat we al bijna 13,5 minuten zijn. Maar dit onderwerp mag wel iets langer. Je bent, je was heel jong, 14 jaar. Kwam je van de MAVO af, vertelde je me. Mm-hmm. En moest je eerst wat anders gaan doen. Dan heb je direct de tekstsecretaresse opleiding gedaan. En ja. Met 18 jaar, mm-hmm. In de film vertel je dat ook. Hè. Mijn moeder die gaf me op en moest huilen. En toen was ik bij de fotoacademie, daarvan dat past helemaal bij jou. Ja. En, maar ontzettend jong, hè? 18 jaar. Ja, nou ik was inderdaad heel jong. Ik was inderdaad jong toen ik van de middelbare school kwam. Maar toen durfde ik niet eens doorbuiten. Dus dat, ik dacht, dat, ik ga wel eerst veilig hier op het Albedra College. Dat die directiesecretaresse doen. Je had ook angsten, hè, in die tijd? Ja, nog steeds. Ik bedoel, dat is nooit weggegaan. Ik heb alleen denk ik een leven gevonden wat enigszins een soort houvast geeft. Kijk, die angsten zijn er nog steeds. Ik ben wat dat betreft nog steeds hetzelfde meisje. En waar ben je bang voor dan? Altijd vragen? Ja, maar dat is altijd heel moeilijk uit te leggen. Die vraag krijg ik natuurlijk vaker, omdat het af en toe in interviews over gaat. Maar ja, kijk, ik heb die angststoornis op een soort dwangmatige manier. Dus stel dat ik nu gisteren veranderde opeens iets in de planning. En dan raak ik dus volledig overstuur. Maar iets, weet ik veel, iemand vragen om een foto daarvan te maken. Daar heb ik bijvoorbeeld geen angst in. En het is ook natuurlijk, hè, als ik veel stress heb of zo, wordt het erger. Dus, en mijn hoofd koppelt dat gewoon aan iets onbenulligs. Dus voor de ene dag kan ik bang zijn. Kan ik heel vaak terug naar huis gaan om te kijken of de deur op slot zit. Terwijl, als ik dan weet dat die op slot is, dan verzin ik 5 minuten later weer iets anders wat een probleem is. Dus het is natuurlijk... Het is maar de niet kamer helpt je wel om... Je verlegt daadwerkelijk de focus. Dus ja... Je kunt niet een foto maken door niet naar die ander tegenover je te kijken. En dus niet met jezelf bezig te zijn. Dat helpt heel veel om gewoon alles in je hoofd even te laten gaan. Maar goed, toen ging je naar de fotoacademie, was klaar. Mm. En je krijgt gelijk heel veel opdracht, hè? Ik studeerde af met een serie over meisjes die met prostitutie werken. Jonge meiden. Die serie werd toen gepubliceerd in Volkskrant Magazine. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon iedere keer series maken waarvan ik... denk dat ze in een of ander blad passen. En dan ga ik dat aanbieden. Want ik begrijp natuurlijk ook donders goed dat ze niet een net afgestudeerde student meteen klussen gaan geven. Ik dacht, nou dan verzin ik zelf een verhaal en dan ga ik dat verkopen als een soort kant-en-klaar ding. Okay, heel ambitieus? Ja. 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 Nee, ik ben toen daarna ook naar Amsterdam verhuisd. Dat wilde ik eigenlijk ook niet. Maar ik dacht, ja, ik moet toch, daar zitten al die redacties en er zitten alle reclamebureaus. Dus ik moet daar een plan voor hebben. Ik iedere dag. Nou ja, omdat ik eigenlijk een soort van totaal geen idee had wat ik daar moest doen. Inderdaad, heb ik niet dacht ik, nou, gewoon op mijn fietsje overal langs en dan maar praten over mijn foto's en het laten zien. En... Nou, dat is je gelukt, want ik kan misschien wat foto's laten zien van die tijd. En later wellicht. En dit zijn foto's in opdracht, hè? Ja. Sophie Hillebrand. Ja. En vind ik dan zo, ik ga dat eens even zeggen, iedere keer, ik vind helemaal geen goede foto, maar iedere keer komt hij. Het is een hele lieve producer die dat allemaal voor mij doorstuurt. Alleen op de een of andere manier komt deze foto de hele tijd. Zijn er andere, iets betere dan? Deze maakte ik voor de Franse L. Dus het is mode. Maar dan in mijn geval mocht ik dan 10 verschillende modellen, dus meer op een portretachtige manier vastleggen. Dus dat is dan natuurlijk, ik vind mode niet altijd heel leuk, maar als ik het op mijn manier mag doen, dan... Ze willen jou hebben,
En je hoeft niet aan te passen aan het medium. Nou, ik zou willen zeggen, nee, ik hoef me niet aan te passen, maar dat is natuurlijk ook niet waar. Bijvoorbeeld, deze foto is in kleur. En ze staat er helemaal op. Ik ben sneller geneigd om op iemand te duiken, dus daar dichterbij te zijn. Dus dan krijg je opdracht van, ik moet wel, je moet er helemaal op. Ja, kijk, als je in een modeserie schiet, dan vanzelfsprekend moet daar iets meer te zien zijn dan het hoofd alleen. Ja. Dus er zijn natuurlijk altijd, als je toegepast werk maakt, zijn er wat beperkingen. Tegelijkertijd vind ik dat ergens ook fijn. Dus dat ook de uitdaging om te zoeken hoe je dan een beeld maakt op mijn manier met al die eisen daaraan past. En je hebt ook een hele crew om me heen en zo en allemaal mensen en ik zou er helemaal gek van worden. Maar hoe ga jij daarmee om? Je bedoelt op een set? Ja. Nou ja, ik zou... Kijk, zo'n Amerika-project, dat moet ik natuurlijk alleen doen. Daar helpt zo'n hele crew om je heen niet. Maar ik zou het helemaal niet kunnen. Kijk, ik heb inderdaad een producer die voor mij alle afspraken en alles regelt. En de teams bij elkaar zet en inplant. Maar er is iemand die natuurlijk gewoon op de huid let. En zorgt dat dat oké is. En op het haar en kleding. Dus dat zijn... Ja, ik heb er natuurlijk een groep mensen om mij heen. Waarmee ik samen goed samenwerk. En waarvan ik ook weet van oké, we zitten op één lijn. Dus dan kan het eigenlijk alleen maar beter worden natuurlijk. Een laatste vraag nog in deze serie. Dit is de laatste foto? Of, oh ja, dat is Mario Testino. Mm-hmm. Van mooie foto's. Jij gebruikt ook vaak hulpmiddelen. Dat zeg je van, uw hand is zo of zo. Waarom doe je dat? Ja, omdat soms dan mensen en ik een beetje vastzitten. Gewoon zo van, oh, dan zit iemand zo en dan. Ja, en dan. Maar ik kan niet zoveel met opmerkingen van, denk maar aan iets verdrietigs of zo. Ja, weet je, dat... Ja, maar ik geloof dat ook echt niet. Als ik nou tegen jou zeg, denk maar niet aan verdrietig, alsof je dan meteen een verdrietig hoofd krijgt. Je kunt natuurlijk wel de illusie geven dat iemand verdrietig is door bijvoorbeeld iemand in de verte te laten staren en niet te laten lachen. Ja. He, dus je kunt het op een heel praktische manier kun je het ook benaderen en daarin het gevoel zoeken. Ja. Wanneer ben je tevreden over een foto? Wanneer ik tevreden ben? Ik denk als degene die ik fotografeer... als we samen dus dat beeld hebben gemaakt. Dus voor mij is een goed portret is gemaakt door ons beiden. Dus het vertelt iets over mij, het vertelt iets over die geportretteerde en dat komt samen. En in zowel vorm als emotie, als in kwaliteit moet dat beeld goed zijn. Ja. Dus, en als die drie aspecten kloppen, is het wat mij betreft een goed portret. Oké, we zitten nu op 20 minuten. We gaan nu snel over tot vragen uit de zaal. Wie heeft er een vraag? Ja, ik wil wat vragen over de portretten. Wacht even op. Elske komt even bij je. Okay. En dan krijg je een microfoon onder je neus. Kijk, daar gaat onze tijd. Ja, hoor. Ja. Ik moet vriendelijk aankijken. Hi, ik heb een vraag over de portretten die van jou zijn gemaakt door de 5 verschillende fotografen. Want je zei al, dat zijn 5 heel verschillende vrouwen die je ziet op de foto. Mm-hmm. Is er één van die portretten waarin je jezelf het meest herkent? Waarvan je denkt, dat is het meest oprechte portret? Nee, ik denk, volgens mij kun je ook nooit iemand helemaal laten zien in een portret. Ik herken iets van mijzelf in alle portretten. Want dat is een kant van mij, simpelweg om hoe ik op die fotograaf reageerde. Dus ik herken natuurlijk kanten van mezelf. En dat is volgens mij ook, dat is volgens mij ook goed. Volgens mij kun je ook niet een foto maken waarin helemaal niks van iemand zit. Ja, ik bedoel, die persoon zit tegenover, als ik de foto maak tegenover mij en die reageert op mij. Dus ja, dan kun je niet laten zeggen, oh, dat ben ik echt niet. Het is misschien een kant die je niet leuk vindt van jezelf of die je minder waardeert, maar het is... Het is daar wel. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Nog een vraag? Het gaat eigenlijk even over dit portret. Je geeft aan dat je eigenlijk meer laat zien van de fotograaf dan van degene die op de foto staat. Mm-hmm. Bijvoorbeeld deze foto, wat probeer je hier te vertellen? Probeer je hier juist niet iets te vertellen over haar? Of probeer je hier... Ja, kijk, deze is natuurlijk heeft op de cover van Volkskrant Magazine gestaan en ging over Sophie Hilbrand die een burn-out heeft gehad en daar een programma over maakte. Dus dat is natuurlijk een goed voorbeeld als in, jij vroeg mij net van, moet je dan niet, mag je dan helemaal jouw eigen beeld maken? Kijk, in dit geval moet ik natuurlijk een beeld maken wat past bij dat onderwerp. Dus ik denk dat
Dat een portret veel over mij zegt. Overal zit mijn handtekening in, denk ik, of ik wil of niet. Maar in mijn vrije werk, hè, zul je daar, dan heeft ook de keuze van het model, is daar onderdeel van, de manier waarop ik iemand neerzet. Dus in dit geval moet je daar natuurlijk ook iets op inleveren. Dus dit gaat ook heel erg over die burn-out en over haar, of dat zij dat programma maakte. Dus dat is dan toch weer net een andere insteek, denk ik. Dankjewel. Oké. Nou, bedankt voor deze vragen. We gaan over naar blok 2. Ga ik even de stopwatch stoppen. Is wel grappig. Ja, reset. Start. En wie heeft haar documentaire gezien? Nou, er kunnen nog wel wat mensen bij. Ja, dus documentaire is... Ik heb op uitzending gemist nog gezien, hoor. Ja, ik heb vanochtend op uitzending gemist voor de tweede keer gezien. En hij blijft mooi, moet ik zeggen. Hij is ook genomineerd voor de Emmy Award. Wat is de Emmy Award eigenlijk? Ja, het is de International Emmy Award. En daar, het komt er in ieder geval op neer dat er 70 documentaires van over de hele wereld gezien zijn door een goede jury. En daar zijn dus 4 documentaires uitgepakt, gebaseerd op kunst. En daar is dus de film over mij, is daar dus eentje van. Maar het is in Amerika, in New York wordt dan half november de prijs uitgedeeld. Dus het is wel de prijs voor film. Leuk. Dus ja, dat is wel bijzonder. Maar goed, je carrière, ik kan even kort vertellen, een aanleiding, hè, want je carrière ging als een sneltrein eigenlijk, met heel veel opdrachten. Maar toch miste je wat. Mm-hmm. En je kon jezelf niet meer plannen, je kon jezelf niet bepalen. En dat vond je niet fijn. Mm-hmm. En ik meen toch begrijp dat je zelf fotograferen niet meer zo leuk vond? Nee, nou ja, kijk, een essentieel onderdeel van mijn fotografie is dat ik zelf bepaal wie er voor mijn lens staan. En het valt prima te combineren met toegepast werk, maar als het op een gegeven moment alleen maar daarover gaat, dus dat constant anderen beslissen wie ik fotografeer en dan eindeloze discussies over welk beeld dan gepubliceerd wordt, waardoor dus wat mij betreft de beste beelden niet gezien worden. En dat geeft niet heel veel voldoening of zo. Dat gaat uiteindelijk dan toch wringen. En, maar toen heb je besloten iets te doen wat gezien jouw achtergrond misschien niet voor de hand licht was. Mm. Dat je eentje naar Amerika ging en dat je een motor ging huren en dat je 3 maanden... Ja, dan nee, ik heb gewoon alles gecombineerd waarvan ik dacht dat ik het kwijt was. Ik reed altijd motor, maar ik had hem verkocht omdat ik nooit al mijn fotografiespullen mee kon nemen. Dus dat vond ik maar onhandig en hij stond een beetje te roesten buiten. Dus ik dacht, nou, dat moet maar weg dan. En ik heb altijd die nieuwsgierigheid naar mensen, naar plekken, die is er absoluut altijd geweest. Maar tegelijkertijd heb ik gewoon, hoe ik net al zei, heel veel moeite met de jongsten, met reizen, met alles. Ik bedoel, er valt weinig in te controleren wat dat betreft. En dus ik ben nooit dan zo lang ook weg geweest. Tegelijkertijd weegt het willen fotograferen weegt zo zwaar dat het uiteindelijk wel altijd die angst overtreft. Dus ik dacht, ik ga gewoon... en wat ook nog een aspect was dat ik toen ik dit besloot, ging het helemaal niet zo lekker. Waardoor ik gewoon totaal geen vertrouwen had meer in wat ik fysiek of mentaal kon. Dus ik dacht, ik moet iets doen wat mij op beide vlakken uitdaagt. En vanuit daar kwam eigenlijk dus dan van, oké, ik ga naar Amerika. Ik ga die 10.000 kilometer houden als een soort doel. Dan heb ik een houvast. En dan ga ik fotograferen wat ik maar tegenkom. Ja. De film lijkt alsof je heel eenzaam bent, maar het is wel een film. Dus er zijn allemaal cameramensen om je heen. En dus in feite ben je 3 maanden dan met z'n 3 opgetrokken. Nee, ik ben maar 2 weken van die 10 met een regisseuse en cameraman geweest. Ze zijn bijvoorbeeld ook niet met mij daarheen gereisd. Omdat het reizen voor mij, het weggaan van een plek is voor mij een heel... grote ding. Dus ik dacht, ja, als zij dan met mij meegaan, dan kan ik me aan hun vasthouden. En dat wilde ik niet. Dus zij zijn bijvoorbeeld eerder daarheen gereisd en ik heb ze daar ergens ontmoet. Toen zijn ze 5 dagen bij mij geweest. En toen later op de reis hebben ze me weer ergens opgezocht. En was het fijner dat ze er waren? Of, Het was natuurlijk fijn dat ze er waren. Maar bijvoorbeeld de tweede reis was ik eindelijk gewend aan dat ik dit helemaal... Ik had helemaal mijn eigen ding. En dan opeens komen er weer 2 mensen... met je mee. Dus toen vond ik het weer heel moeilijk om ze erbij te hebben de eerste paar dagen. Want op een gegeven moment is het natuurlijk ook gewoon fijn dat er
ja, twee mensen bij je zijn. Het is overigens heel, het is echt wel heel bijzonder hoe dat gaat. Ik bedoel, Simone spreek ik nog steeds iedere dag. Dus Simone? Simone is de regisseuse. En toen Paul Ruver, dus de producent, mij benaderde van hey, zullen we, is er misschien iets leuks wat jij aan het doen bent? Of we zouden graag een documentaire over je willen maken? En toen dacht ik, nou, ik weet niet of ik dit wil. Toen zei ik tegen Paul, Paul zei... En wie is Paul? Paul is de producent, Paul Ruver, ja. Die zei van, nou, ik, dus op een gegeven moment vertelde ik hem dit verhaal, maar van ja, ik, weet je, eigenlijk wil ik niet dat er, een documentaire of dat er cameramensen of weet ik veel, ik zag dat helemaal niet voor me. En toen zei hij, nou, maar ik rijd wel in een camper achter je aan. Ik weet niet of mensen Paul Ruver kennen. Paul Ruver is een 2 meter grote man met een glazen oog. Een beetje een soort van, nou ja, het is niet een heel tactische man. Het is absoluut een hele lieve, aardige man. Maar het is niet dat je denkt, god, ik ga dan 2 maanden met Paul achter me aan rijden. Dus ik denk, oh, nou, ik weet het niet hoor. En toen zei hij van, weet je, ik heb een regisseuse. Volgens mij moet je haar eens ontmoeten. Dat is natuurlijk ook de kracht van Paul. Want inderdaad, Simone is een soort versie van mij, maar dan 20 jaar ouder en maakt films. Dus we hadden een hele goede klik. Zij heeft mij uiteindelijk ook, ze zegt, nou, dan gaan we niet een geluidsman meenemen. Neem ik alleen een cameraman mee, zodat we met een heel klein groepje zijn. Wie is de cameraman? Cameraman is Maarten van Rossum, waarmee ik nu dus ook film maak. En hij is ook daarna mijn vriend geworden. Dus ik bedoel, nou ja. Hè? Je kent hem ook niet van tevoren? Nee. En je had het idee van de film zelf niet bedacht? Dat kwam je een beetje... Nou ja, ik had mijn project natuurlijk bedacht, ja. Maar ja, ik zag dat nog niet helemaal voor me. Ik ging dat doen omdat ik alleen wilde zijn, dus ik dacht van ja, nou, dat is allemaal leuk en aardig. Maar goed, hè, toen hebben we dus die afspraken allemaal gemaakt en vanuit daar zijn we dat dan aangegaan. Dat natuurlijk uiteindelijk een heel mooi, kijk, mijn expositie kwam uit in mijn boek en toen konden we dat zo plannen, dat ook de documentaire. Dus het is een heel mooi rond pakket eigenlijk, waarin hè, mijn werk in mijn boek ook is altijd een link tussen mij en de geportretteerde ook een beetje aanwezig. Dus ik vertel daar en schrijf daarover. Dus die documentaire was ook opeens een hele mooie aanvulling in het geheel. Ja. Ja. Je zei wat foto's. Ja. Dit noem je wel misschien wel je mooiste foto. Ja, daar heb ik iets mee met die foto. Waarom? Ja. Je zet geen hoofd op. Nee, ja, daarom. Dat zeg ik ook. Want dat is ook echt idioot dat ik wel deze dat ik daar dan zoveel waarde aan hecht. Maar ja, komt denk ik ook door het verhaal erachter. Ik was in Austin en liep daar zo door die straatjes. En toen zag ik zo in zo'n zijstraatje, zag ik een man slapen, zittend. Eigenlijk op deze manier, maar dan zitten. Dus ik zag zijn hoofd ook niet, alleen maar die rug. Zo, ja, die rug. Ik was zo gefascineerd daardoor. En ik vond dat het zag er zo mooi uit eigenlijk. Dus ik wilde hem fotograferen, maar ik kreeg hem niet wakker. Dus ik had zo'n klikje gemaakt, maar toen dacht ik, oh nee, ik kan dus niet fotograferen als de ander daar niet oké mee is of het überhaupt niet weet. Dus ik dacht, nou weet je, laat maar toen voelde ik me heel lullig dat ik 1 keer had geklikt. Dus ik ging dan $5 bij hem leggen, zo van, oh, dan wordt hij wakker en heb ik daar toch een soort van iets voor betaald of zo. Nou, ik weet niet, het was allemaal echt een heel klunnelige actie. Toen ging ik weg. En toen kon ik maar niet loslaten. Ik moest de hele tijd aan die rug denken. Dus toen ben ik de volgende dag weer op zoek gegaan naar de rug. En toen vond ik hem weer slapend. Maar nu waren er... Het was dus een dakloze jongen van mijn leeftijd. En toen waren de andere mannen om hem heen. Die zeiden van, oh, je moet hem gewoon wakker. En die gingen ook echt hem een beetje zo schoppen en zo duwen. En ik dacht, nou, doe eens even een beetje... Zo, nee, dat kan hij wel tegen. Hoor. En ik denk, oh god. Toen werd hij dus uiteindelijk wakker. En toen... toen mocht ik hem fotograferen, dus toen heb ik dit beeld gemaakt. En toen had ik heel erg moeite om weg te gaan. Nu heb ik altijd moeite om weg te gaan, maar nu nog meer. Omdat ik dacht, als ik nu hier wegga, dan heeft hij geen huis. Deze man, ik kan hem niet bereiken, dus ik kan ook niet delen wat er met zijn foto gebeurt. Ik kan, die foto en de persoon worden opeens 2 losse aspecten. Dus hij, voor hem was dat moment was misschien waardevol. Maar ik neem die foto mee. Terwijl hij, ja, door hem heb ik die foto gemaakt. Dus ik vind het dan heel. Ik vind het dan heel heftig dat die 2 dingen opeens los van elkaar staan. Maar in de film zie je dat voortdurend eigenlijk. Hè? Je hebt een hele korte ontmoeting. Ja. En ik denk ook van ja. En die ene man die bij de caravan, heel eenzaam. Mm. En ik denk van je gaat dan weer weg. Je laat de man weer alleen. Maar dat kan ook. Je kan ook niet blijven. Nee. Dan, hoe ga je daarmee om? Nee, ik vind dat natuurlijk ook moeilijk. Ik denk dat dat ook het mooie eraan is. Dat de ontmoeting maar heel kort duurt, maar absoluut waardevol kan zijn.
Dat is ook niet bij ieder portret natuurlijk, maar er zijn gewoon, ja, voor mij, ja, achter heel veel portretten zit dat of zo. En is, en je gaat wel een relatie aan. Ja, nou ja, bij Cecil, bij die oude man bij die staakerven, daar ben ik ook nog 2 keer naar terug geweest. Okay, ja, okay. Of die ging ik dan bellen, of ik heb op een gegeven moment een soort hier, want mensen in de documentaire, of die de documentaire zagen, waren ook geraakt door hem. Dus ik heb echt 100 kaartjes van mensen die briefjes en zo voor hem geschreven hebben. Heb ik allemaal doorgestuurd. Dus ja, ik kan dat natuurlijk ergens. Ik kan het ook niet altijd loslaten. Ik bedoel, mijn nieuwe project gaat over Randy. Is ook een jongetje wat ik hier ontmoet heb. Maar dat is wel leuk misschien om Randy even te laten zien. Ik weet niet of, zit hij ertussen hier? Dit zijn nog foto's van. Oh, die komen zo. Verder? Ja, die komen, ja, zo wel. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, je kiest niet automatisch voor de mooiste portretten, maar ik vind deze wel heel mooi, maar dat is heel dubbel. Ja, als je haar op straat zou zien, zou je denken, wat een super mooi meisje. Het was in de file en toen werd opeens de snelweg afgesloten, dus toen stapte ik van de motor af en toen, nou, stond ik daar iets van 1,5 uur met te vervelen. En precies echt een minuut voordat die file dus weer ging rijden, zie ik opeens in de auto zo'n meisje, zat zo de voeten door het raam, zo op blote voeten. En zo'n heel mooi meisje. Dus ik dacht, oh shit, dus ik moet dat fotograferen. Maar toen ging iedereen al rijden. Dus ik schreeuwde nog zo van, je moet me bellen met mijn nummer. Toen dacht ik, nou, die ben ik dus kwijt. Zo helemaal. En toen opeens, zo een dag later, kreeg ik dus inderdaad het berichtje van dit meisje. En toen heb ik haar 200 mijl verderop of zo, zat ze in een stadje. Toen ben ik haar op gaan zoeken. En toen, maar goed, toen ben ik echt helemaal verregend. Al mijn spullen waren nat en dat was allemaal best een gedoe. Maar toen had ik dus even 3 minuten met haar of zo om haar te fotograferen. En toen heb ik haar dus gefotografeerd, maar inderdaad, ja, er zit ook iets heel engs in of zo, of iets, en dat vind ik dus zo fascinerend aan haar. Als je haar zo in die auto ziet, denk je, oh, rood haar, van die, zo'n mooie mond, en ze had toen ook nog eens geen make-up op, dus het was zo'n heel soort engelachtig meisje. Nou, ik vind hier, engelachtig is niet wat ik zou zeggen bij dit meisje, maar dat vind ik ook zo fascinerend aan. Ja, ja. Mooi portret. En ze lachen, meestal lachen, je zegt in de film ook van niet lachen. Ja, ik vind als iemand zo, kijk, Amerikanen zijn natuurlijk veel mensen, maar Amerikanen toch wel nog iets meer. Die hebben natuurlijk zo'n van, oh, lach en dan alles mooi het liefst, alles onder controle en dan zo de foto. Maar dat is heel vaak niet natuurlijk wat ik zoek, dus dan wat moet zoek ik je dat dan? Even. Nee, dat mag wel lachen, maar dan moet het ook wel echt een goede lach zijn. Liefst met ogen dicht en alle rimpels en alles daar of zo. Ik bedoel, dat is volgens mij dan de schoonheid. En je hebt ook iets met tanden, volgens mij. Want zeg je, dan laat je tanden eens zien. Nou, niet ik laat je tanden eens zien, maar ik vind het wel mooi. Het kan soms mooi zijn als iemand een beetje gespannen mond heeft of zo. Om gewoon een mond iets open te hebben of zo. Of ietsje te ontspannen, gewoon door je mond iets open te doen of iemand te laten praten of, hè, dus als het was, was een jongetje die dan of, ja, een beetje een sneu jongetje die je heel sterk wilt fotograferen en die had ook hele nare tanden eigenlijk, maar dat laat je wel zien toch? Ja, maar in de kijk, en dat is dus denk ik een grappig verschil tussen de documentaire die ik niet gemaakt heb, maar wel onderwerp ben, en mijn beelden. Als je in mijn fotoboek kijkt, zul je daar dus niet die tanden zien. Okay. Omdat ik dan toch denk, ja, dan dat maakt hem toch dat maakt hem ergens ook wel zielig. Ja. En ja. Dat was niet mijn bedoeling. Terwijl in de documentaire hoor je mij daarover praten. En mijn, nou ja, ook mijn frustratie daarover. Omdat het is heel heftig. Het is een klein jongetje, maar zijn hele mond bestaat uit nog een paar soort kronen of zo. En de rest is weg. Maar er is natuurlijk helemaal geen zorg wat dat betreft in Amerika. Ja, je hebt gefotografeerd als echt een stoere jongen eigenlijk. Ja, hè? Ja, dus in een boek zie je hem ook zo kijken. En dan, dus daarin, hè, maar goed. Dat is een keuze. Ja, dat is een keuze van dus de documentairemaakster, waarin ik dus echt geprobeerd heb, omdat, ik bedoel, het is haar documentaire, net zoals ik mijn foto maak. En ik hoop ook altijd dat de geportretteerde mij daarin vertrouwen en het bij mij laten ook. Heb je invloed gehad op het documentaire? Heb je ook zelf geregisseerd of heb je gemonteerd? Nee. Het is een ander product, het is van iemand anders. Ja, iemand anders heeft het gemaakt. Ja. En dat vond ik natuurlijk moeilijk. En daar hebben we ook heel veel gesprekken over gehad. Ook omdat zij zo dicht bij mij waren. Ook op momenten dat ik me absoluut niet oké voelde. Dat je dus absoluut wel heel erg de regisseur moet vertrouwen. Omdat je ook heel makkelijk een soort sensatie dingen van kunt maken. Of inderdaad iemand kleiner kunt maken. Of de focus erop. Ja, dus ik bedoel, dat is
Vind je dat vervelend? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik zat niet voor niks op die wc, maar er zat een handdoek tussen, dus ik kreeg de deur niet helemaal dicht. En dat denk je dan natuurlijk ook niet aan, maar dat is dan ook dus gefilmd. Ja. Maar, dus daar hebben we ook, ik dacht ook van, ik wil dit helemaal niet erin. En dan uiteindelijk hebben we daar gesprek over. Denk ik, ja, het zou ook niet realistisch zijn als ik alleen maar met een soort leuke lach van, nou, het gaat allemaal lekker. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook niet, dat is absoluut niet zo. Ja, ik vond het wel grappig, in het begin had je heel veel problemen en dat wilde je echt niet. En op het eind dan wil je ook niet meer naar huis. Nee, dan ben ik daar gewend en dan moet ik daar weer weg. Het is ook altijd dat weggaan wat ik... Dus ja, dan begon het hele gedoe heel opnieuw. Precies, lastig. Randy? Nee. Oh, nog twee foto's? Oké, gaan we even verder. En nog eentje? Het zijn dus allemaal hele leuke verhalen die hierbij horen. Vind je het moeilijk om mensen naakt te fotograferen? Nee, vind ik helemaal niet moeilijk. En krijg je mensen dan uit de kleren of lagen ze dan zomaar? Hoe doe je dat dan? Nee, dit is in een kringloopwinkel, vandaar dat die twee banken erachter staan. Dus het zou op zich wel kringloopwinkels best leuk maken als af en toe dat zo iemand ligt zo. Maar nee, ja, deze vrouw... ik had dus die andere vrouw die hiervoor zat in het zwembad gefotografeerd. En toen dacht ik, ja, dat is een beetje... Die is nog een beetje alleen straks op de expo. Ik dacht, ik moet nog iemand hebben die dat zou willen. En toen ik... deze had een bed and breakfast voor nudisten in een soort rijtjeshuis. En zij was ervan overtuigd dat de buren dat niet door hadden. Maar zij, ja, ik vond het fantastisch hoe ze daar zo ligt. Het is, ik zou echt willen dat ik zo naar mijn eigen lijf kon kijken. Dat is volgens mij ook wat ik er zo fantastisch aan vind. Die vrouwen zijn helemaal, ze zijn zo oké, of zo met hun lichaam. En als je dan bij ze bent, dan voel je dat ook. Of zo. En dat is denk ik ook waarom ik zelf portretten maak. Of waarom ik wel, hè, om op diezelfde manier probeer ik naar mezelf te kijken. Of zo. Maar goed, terug naar die vrouw op die bank. Ik was dus in een... Ze zei, ja, kom maar naar mijn werk. Dus ze werkte dus in een kringloopwinkel. En ik had van tevoren gevraagd van, ja... zou je ook ervoor openstaan om naakt gefotografeerd te worden? En dat vond ze allemaal prima. En dat... Dat gaf ze niet om. Ze heeft roze haar. Nou, dat zie je gelukkig niet. En dat was echt zo'n vrouw die constant grapjes maakte en alles hilarisch vond. En helemaal in een deuk om alles. Ze ging ook helemaal zo... Ik kwam daar aan en toen zaten er zo 20 mensen met het syndroom van Down in die kringloopwinkel. En er stonden ook allemaal zeg maar dit soort stoelen zo voor de verkoop. Maar zaten deze mensen allemaal op en die waren aan het zwaaien. Die waren helemaal zo blij. Dus ik denk, wat is dit voor... Het is echt heel grappig om daar aan te komen hoe iedereen dan reageerde. Maar dan mocht ik natuurlijk niet fotograferen. Ze zei, ja, wacht even tot ze weg zijn en dan kunnen we beginnen. Nou, ze waren echt nog niet in de bus en ze zei al, trok al die kleren uit. En ze zegt, ja, ik ben hier vaker naakt geweest. Want ze had een minnaar of zo en dat wist de baas ook niet. Dus zo was ze af en toe een nacht in die kringloopwinkel. En dat kreeg ik wel, ik denk, nee, dat is ook weer echt fantastisch. Maar goed, ze was dus, ging een beetje de hele tijd allerlei poses. En ik dacht, ja, dit is het nog niet helemaal. En toen had ik haar, toen zei ik, nou, ga even op die bank liggen. En toen ging ze zo liggen en toen werd ze rustiger. En dat vind ik ook zo mooi aan het beeld. Het heeft, nou ja, in dat opzicht denk ik, eigenlijk heeft het beeld helemaal niet zoveel met haar te maken. Behalve dat we haar lichaam zien. Ik vind die plooien in haar lichaam, die komen heel erg overeen met zo de bank. En dat vind ik dan fantastisch. Dat dan opeens zo gebeurt. En dat ze daar dan ligt. En dat er opeens een soort, zo'n heel soort rustig moment en dan komt dan alles samen en dan is het die foto daar. Dus je hebt naakt iemand en je echt, wil je nog een naakt iemand erbij hebben en dan vraag je of ze uit wil kleden en dan ontstaat zoiets gewoon. Ja, dan gebeurt dat door ons en door de, ik bedoel, die bank, dat weet ik van tevoren ook niet. En nee. Het wordt natuurlijk ook een beetje gekker door die andere twee banken erachter die daar zijn, maar eigenlijk veel mensen zien die ook over het hoofd of zo. Dus het is, ja... Nee. We gaan heel erg over de tijd, maar misschien moeten we even naar Randy toe. Kijk. Ja. Dat is een bijzonder jongetje. Dat is het middelste, hè? Ja, dat is de middelste jongens Randy. Met zijn broertjes, Justin en Austin. Hoe heb je hem ontmoet? Randy kwam ik tegen in het dorpje Ely in Nevada. Dat was een beetje aan het einde van de reis. Ik zat er op een bankje en hij kwam voorbij op zijn fietsje. En toen dacht ik, die moet ik fotograferen. Dus ik rende achter hem aan en toen stopte hij. En hij, ja, Randy kan je zo aankijken
hij wil eigenlijk zeg maar alles heel graag, maar tegelijkertijd vindt hij alles doodeng en is hij heel druk en ook weer niet of zo. Er gebeurt zoveel in dat jochie. Dus ik vroeg hem, kijk, dit was echt, het was echt de allereerste foto die ik van hem maakte. Zo van, ja, ik moet toch toestemming aan zijn moeder vragen en zo, maar ik maak even een foto om hem te herinneren voor mezelf. Dus ik maakte zo snel die foto, ik schreef het nummer van zijn moeder op. Ging daarna dus sms'en met zijn moeder en die had zoiets van, ja, nou, wat is dit voor raar gedoe. Dus die kwam dan de volgende dag met haar man en dus de andere twee kinderen kwam ze en mocht ik dus hem fotograferen en zijn broertjes. En daar heb ik dus toen, nou ja, deze twee beelden van gemaakt. Maar Randy is zo iemand die dus, ja, ik was terug in Nederland en de hele tijd dacht ik, ja, godsamme, er zit daar zo'n jochie in Nevada. Het is een fantastische kop, maar ook iemand die mij op de een of andere manier, op een heel intense manier raakte. En hoe vangt mij de ogen, de oren? Nee, ik denk dat dat, ik weet niet, dat is iets onbewust. Ik denk eigenlijk dat we altijd allemaal een soort herkenning zoeken, toch? En dat gaat op een heel onbewuste manier. Dus ik zal altijd, of ik wil of niet, mensen uitzoeken hè, die waarin ik iets herken of zo. En Randy was loner. Ja, maar een loner, maar ook veel meer dan dat. En Randy, daar zag ik heel veel wat mij raakte, maar ik wilde ook gewoon weer terug naar hem en daar iets mee doen. Dit is een hele mooie foto, heel kwetsbaar. Ja, ja. Dus ik ben inmiddels ook, ik ben iedere 3 maanden teruggegaan naar hem. En mijn nieuwe project, dus mijn nieuwe boekje. Iedere 3 maanden? Ja. Hoe vaak ben je bij hem geweest? Nou, ik heb dus een jaar geleden of zo dat besloten, dus ik ben nu, ik ben in totaal 4 keer bij hem geweest. En dan iedere keer een paar weken. Dat vindt hij fijn dat je... Ja, ja. Randy heeft de eerste 8 jaar van zijn leven niet gepraat, bijvoorbeeld. Okay. Op zijn rapport staat dat hij slecht is in communiceren. Maar voor mij, Randy communiceert absoluut. Hij heeft alleen zijn eigen manier. Veel mensen kunnen het niet opbrengen om even de tijd te nemen voor Randy. Of even een beetje ruimte te geven waarin hij gewoon op zijn manier kan reageren. Dus als Randy niet weet hoe hij moet reageren, zegt hij niks. Dus dan komt er ook niet zoveel uit. Of hij zal ja of oké zeggen. En dat is het dan ook. Maar ja, ik heb absoluut wel met hem een connectie. En Randy is ook weer een voorbeeld van iemand waarin in eerste instantie zal men hem misschien zielig vinden of gekker of zo. Terwijl voor mij Randy ook weer iets bijna jaloersmakends heeft. Ik bedoel, hij is zich niet bewust van heel veel dingen. Dus hij is minder begaafd? Nou, ze hebben toen hij klein was, heeft hij de stempel autisme gekregen. Maar daar gebeurt ook niet echt iets mee of zo. Hij zit gewoon op een normale school, zeg maar. Dus ja, die andere kinderen om hem heen gaan sneller. Kinderen, hij is overigens 18. Hè? Laten we dat ook even... Ja. Hij is 18, maar hij ziet natuurlijk uit als 12. Ja. Maar Randy is zo'n jongetje, als je hem in de supermarkt achter je een soort groezemoes van, wat is met dat jochie? Terwijl als je naar Randy kijkt, gewoon echt kijkt, ja, het is een kind wat volgens mij juist enorm geraakt wordt, wat een heel groot empathisch vermogen heeft, alleen niet goed weet wat hij er vervolgens mee moet doen. Oké, ik denk dat we dit een beetje af kunnen ronden. Misschien kunnen we even vertellen van wanneer... Je bent met een boek bezig over hem, hè? Ja, over 2 maanden komt dat uit. En dan inderdaad ook dus de expositie in het Bonnefantmuseum. Bonnefantmuseum in? Ja, Maastricht. Maastricht. Ja. Oké, we moeten met z'n allen naar dat Maastricht. Dat is een heel stukje rijden. Ja. Een leuk weekend, ja. Een weekendje Maastricht. Ja. Ja. Oké, dit is een foto die veel mensen kennen. Hè? En je hebt dit geassigneerd. Mm-hmm. Samen met de regisseuse en met Maarten, de cameraman, ja. Die was toen in Amerika en toen dacht je van, ik ga even een leuke foto maken. Nou ja, ik maakte gewoon iedere week of iedere paar dagen maakte ik zelf portretten. Die zitten dus ook in dat boek. En toen waren zij er en toen dacht ik, ja, zij zijn natuurlijk, zij hebben ook een belangrijke rol als in. Ja, ze zijn gewoon 2 keer bij mij geweest daar, dus zij zijn ook de enige mensen die op die manier zo bij mij waren. Dus er moet een zelfportret komen, ook met hun erbij. En toen hebben we een hond geleend van iemand die voorbij kwam lopen. Je ziet nog de schaduw van die eigenaar in dat gordijn aan die kant. Okay. Die staat even te wachten. Nou, maar dan mag ik weer de hond nemen. Maar heb je dan een beeld van, ik wil zo een foto maken, heb je dan een schets gemaakt? Of, nee, dus wij zijn daar en dan, nou ja, wat ik zeg, dus die hond die komt voorbij. Ik vraag of ik die hond mag lenen. Die vrouw staat even te wachten.
En we, ja, in dit geval dachten ook de cameraman en de regisseur mee. Zo van, we stonden zo in ons badkleding. We wilden ook een soort... Het is alsof we daar gewoon wonen. We waren zo... Het is zo, was het huisje ernaast ook. En, dus dan maken we natuurlijk een beeld wat past in die setting of zo. Maar wat ook gewoon ontstaat. Omdat je daar bent en omdat we alle drie mensen zijn die dan heel erg zo blenden daarin. Wat vind je zelf van deze foto? Nou, ze hadden niet... Het gebeurt dan heel terloops. Het is grappig dat ze hebben dat gefilmd van mij en weten dat donders goed. Alleen toen het over het zelfportret ging, hadden ze even niet bedacht dat van... Oh, daar komt dus heel veel aandacht in die foto. Dus zij hingen natuurlijk ook op een expositie. En inderdaad, volgens mij op de cover van Volkskrant Magazine en zo is de foto geweest. En dan sta je dus mooi wel in je badpak met je handen in je hoofd. Maar goed, inmiddels is de situatie rustig en kunnen ze er beter mee omgaan. Maar wat waarom fascineert deze foto? Nou, mij fascineert die omdat hij, ja, ik vind de plek mooi, gewoon qua vlakverdeling. Dat is ook een van de weinige foto's die ik dus ook in kleur heb. In mijn boek over staat die zwart-wit. Daar komt het alles zo weer mooi. Ja, het is weer zo'n geval van, ja, dan komt het allemaal mooi samen. En dan heb je opeens deze foto. Dat, ja. Elske heeft nog een andere foto gevonden en die zei van, oh, daar heeft ze, heeft Robin vast hiernaar gekeken. Ja, nee, ze zijn net, maar dus daar had ik echt geen idee van. Nee, dus dat vind ik dan wel heel leuk. Ken je deze foto? Nee. Die is van Paul Strand, de Lucetti family, ja. Heet het. Dat is wel een fantastisch beeld ook. Ja. Er zijn dus ook mensen die dan af en toe zo'n foto maken nu en dan naar mij sturen. Van, oh, we moesten aan de foto denken, dus we hebben het ook gemaakt. Dat is heel leuk. Ja. 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 Ja, als je zegt de blikken, die komen heel erg overeen. Ja, en het voetje over zo daar, dat is ook grappig. Oké, we zijn weer rijdelijk te laat. We gaan met de vragen beginnen. En Francisca, die had een hele interessante vraag. Ik weet niet waar Francisca zit. Ja. Elske, misschien kun je even naar Francisca doen. Achterin, rechts achterin. Hoi, Robin. Ik had een heel verhaal, dus ik lees het even voor. Eerst wilde je eigenlijk alleen maar in de hotelkamer blijven en dan maar 8 weken selfies maken. En aan het eind wilde je eigenlijk niet meer terug, want wat moest je daar? Maar tijdens die film zie je dat jij, die foto met dat knotje en die foto met die rare gasten in die hotelkamer. Dan zie je dat jij echt de boel gaat bepalen, dat je gewoon sterker wordt, weet je wel? En mijn vraag is dan, heb je dat vast kunnen houden en hoe is dat nu in je werk en in je persoonlijk leven uitgepakt? Nou, voor mij was dat met die man in die hotelkamer was voor mij een heel... Kijk, ik ging daar natuurlijk voor een bepaalde foto, terwijl dit eigenlijk het enige geval is waarvan ik denk, nou eigenlijk die foto... doet er helemaal niet meer toe. Dat moment was voor mij heel belangrijk om te beseffen hoeveel macht en hoeveel ik eigenlijk te zeggen heb als ik die camera in mijn handen heb. En misschien dus... ik even uitleggen van de situatie, zit je in een kamer met 3 mannen, je vraagt ze om een t-shirt uit te trekken, allemaal ontbloot en ze staan naar je te kijken en jij doet ook jouw t-shirt uit. Ja. En ben je van boven ook bloot. En, en dus eigenlijk een hele enge situatie. Ja, nou ja, ik ging de foto ging ik maken. Ik had een zelfportret in mijn hoofd, waarbij ik dus dan, ook omdat ik het gevoel heb dat ik, zowel persoonlijk als in mijn fotografie, of dat ik een soort object van, oh, dat kan maar gebruikt worden wanneer het uitkomt. En dat ik daar niet echt veel in te zeggen heb of zo. Dus ik had daar, ik had dat idee in mijn hoofd. Kwam vervolgens bij een motel aan. Ik was helemaal niet bezig met, oh, ik ga nu dat zelfportret maken. Maar ik kwam aan bij een motel. En er kwam een man met white boy in zijn nek. En die zei van, wat doe je hier? Want je wordt verkracht of vermoord als je hier blijft. En het, ja, ik vond dat zo... Ten eerste vond ik het heel denigerend. En ten tweede dacht ik, ja, alsof ik niet iets te zeggen heb. Of alsof ik zo'n soort... Ja, ik heb ook nog een soort... ik heb ook ogen en gevoel. En ik, volgens mij ben ik vrij goed in een situatie inschatten. Niet dat ik dat altijd goed doe. Maar... Volgens mij als je alleen reist, ben je daar best wel gefocust op of zo. En toen kwam dat idee in mijn hoofd en dacht ik, eigenlijk is dit de perfecte plek om die foto te maken. De regisseuse en cameraman
waren bij mij, maar die vertelde ik er niet over. Dus die zagen wel dat ik opeens in een soort ding gezakt was waar ze niet bij konden. Dus ze zijn weggegaan van, nou weet je, wees even gewoon alleen en dan komen we straks terug, dan horen we het wel. Toen waren zij weg en toen dacht ik, ik zoek gewoon de allergrootste man op hier in dat motel. En ik vertel hem mijn verhaal van wat ik wil maken. En dan kan hij me daarin misschien ook beschermen. Veel mensen vergeten dat als je alleen reist, dat heel veel mensen juist ook voor je willen zorgen. En nou ja, volgens mij is dat ook zeg maar een pluspunt. Dus ik vertelde hem dat. En toen ging hij eerst heel hard lachen van, je bent echt net te gek. Toen ging ik niet lachen. Toen keek hij zo van, oh shit, ze meent het. Ik zei, ja, maar ik kan het alleen doen als ik ten eerste in jouw hotelkamer mag fotograferen. Want ik mocht niet meer buiten fotograferen van de hotelman. En als jij me helpt met mannen hier bij elkaar zoeken. Want als ik het vraag, dan denken ze allemaal dat het een grap is en niemand luistert daarnaar. Dus toen zei hij van, nou, oké, ik ga je daarmee helpen. Dus hij heeft toen een aantal mannen geroepen. Dus we stonden denk ik op een gegeven moment met 5 mannen of zo in de hotelkamer. Dat betekent, ik stond tegen de muur aan. Tussen mij waren 4 of 5 mannen. En dan was mijn camera daar bij de uitgang. Maar vanaf het moment dat ik ging fotograferen. Ik heb natuurlijk heel erg goed eigenlijk de situatie in de hand. En mensen, ze luisterden ook gewoon allemaal. Ik bedoel, ik ging inderdaad halfnaakt voor 5 mannen staan. Die me op iedere mogelijke manier iets hadden kunnen aandoen. Omdat ze op alle manieren ook sterker waren dan ik. Alleen ze corrigeerden elkaar. Ja. Eén iemand maakte een grapje en meteen werd ze zo van focus op het kunstproject. Dus hij kreeg meteen. Dus iedereen was onderdeel opeens van de hele situatie daar. En Francisca vraagt van, heeft u dat wat ja, opgeleverd? Ja, dus dat, hè, dat zeg ik ook daarna. Van, het heeft me natuurlijk heel veel gegeven door bewust te worden van hoeveel. Ja, wat ik eigenlijk doe. Ik bedoel. Het is natuurlijk niet zo dat als ik de camera in mijn hand heb, dat ik opeens een andere persoon ben. Dat neig ik zelf wel te denken, maar dat is niet natuurlijk zo. Dus in dat opzicht heeft het mij heel erg veel geleerd over wat inderdaad, wat ik, nou ja, waarin ik zelf de macht heb en wat ik zelf kan beslissen of bepalen. En dat heeft mij heel veel geleerd. Kijk, aan de andere kant, dat zei ik net ook tegen jou, ik ben natuurlijk gewoon nog steeds wel dezelfde vrouw en ik heb nog steeds dezelfde angsten en nog steeds dezelfde struggles. Misschien zijn die zelfs wel nog meer dan voorheen. Maar ja, die horen ook. Weet je, die had ik ook toen ik een heel klein meisje was. En inmiddels ben ik daar dat ik niet meteen terug naar huis ren. Maar weet van oké, ik moet gewoon op de een of andere manier volhouden. En dan wordt het vanzelf rustiger. Dus op die manier leer ik natuurlijk ook gewoon er wat beter mee om te gaan. Oké. Ja. Ik wil dit blok afsluiten. Misschien als je een vraag hebt, dat op het eind doen. En misschien hebben we dan nog een uitloop. Want die tijd gaat helemaal missen. Ja, ik weet niet hoe we dat doen, maar misschien moeten we. Ja. Kunnen we iets uitlopen? Ja? Oh, oké, okay. Nou fijn. We gaan wel verder met het volgende blok. Ja. Het gaat over werkwijze, techniek. Mm-hmm. En willen we jouw foto's van Windpark Krammer als uitgangspunt nemen. Hè? Mm-hmm. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief, las ik, in Nederland. Mm-hmm. Met 34 windturbines. Ja. Het is in Zeeland, 4000 leden. En jij komt uit Zeeland, waarschijnlijk heb je je daarom ook gevraagd, denk ik, of niet? Nou nee, zij zagen mijn werk op in Breda toen. En toen wilden ze mij hebben en toen in het gesprek van waar kom je eigenlijk vandaan? En toen zei ik dus Oudetongen, wat overigens op 10 kilometer na nog geen Zeeland is. Dus dat is dan weer net een Zuid-Hollandse eiland. Ligt op Goeree-Overflakkee aan de Krammer. Dus dat was toen hadden zij zoiets en dat komt allemaal wel heel mooi. Het valt heel mooi samen. Dus toen, wat was de opdracht? De opdracht was om een reeks portretten te maken van mensen die op welke manier dan ook gelinkt waren aan dat windmolenpark. Dus er waren mensen bij die totaal tegen dat windmolenpark waren. Maar ook bouwers of inderdaad die initiatiefnemers of inderdaad mensen die er aan zo'n park wonen. En dus op allerlei manieren. Nou, en dit is een portret. Mm-hmm. Wat maakt het voor jou een portret, een goed portret? Waar let jij op? Als ik een portret maak, ga ik eerst beginnen met de vorm. Dus ik zoek naar een vorm die voor mij overzichtelijk is of mooi en klopt. En die net zoals deze? Ja. Waar kijk je dan? Naar de,
Naar de horizon. Nou, maar ook vooral ook naar die trui, zeg maar. Die trui vormt een mooie basis, zeg maar. En dan gaat het ook zo naar zijn gezicht, zijn nek. Ik vind de nek altijd mooi, maar het kunnen ook neus of oren. Wat dat betreft vind ik het bijna een soort boetseren of zo wat je doet. Dus je zoekt naar een vorm door bijvoorbeeld iemand inderdaad zijn mond iets open te laten doen of dicht. Of zijn kin iets omhoog of omlaag of iets in te draaien. Dus ik ben heel erg bezig met die vorm bepalen. En vanuit daar ga ik dan zoeken naar een blik die daarbij past. En jij bent heel directief, hè? Jij stuurt mensen heel erg. Ja, ja. Ik wilde zeggen nee hoor, maar dat is niet waar. Nee, ja, ik ben best wel bepalend in hoe ik dat dan wil, maar... Je ziet het, op een, ja, het zijn inderdaad kleine bewegingjes of zo. Want ik vind vaak als ik dan zelf naar de camera kijk of even niet met die persoon bezig ben, dan ontstaat er natuurlijk iets. Of iemand gaat op een bepaalde manier zitten. Dan denk ik, oh wacht, dat is mooi. Dan ga ik weer vanaf daar verder. Ja. Dus het is wel, het is een beetje een combinatie van die twee. Misschien de volgende. Ja. En als je nog even naar de vorige gaat, dan... Hij poseert niet echt, dus dan heb je een foto gemaakt terwijl hij nog moest gaan poseren? Of nee, hij was maar dan... Ja, hij stond een beetje voor de hout terug en toen dacht ik, we moeten hem even een actie geven. En hij was de hele tijd sigaretten aan het roken. Toen dacht ik, oh, we moeten even terug naar dat. Want hij veranderde, hij werd dan ook opeens een beetje zo'n hele stoere... Ja, ik weet niet, hij had ook wel weer iets. Dus, nou ja, zo ontzettend. Ik ken natuurlijk ook een beetje hoe iemand reageert op mij en op de camera. En vanuit daar, sommige mensen werkt het om gewoon niks te zeggen en ze een beetje zo laten te bewegen en af en toe een klein zetje te geven. En bij anderen moet ik heel erg inderdaad vanaf het begin dat opbouwen. En hoeveel foto's maak je van één persoon? Ligt eraan, soms maar, soms 15, soms weet ik veel, 45. Het ligt er een beetje aan hoe dat gaat. Sommige mensen klik ik gewoon eerst 20 keer alleen om ze op hun gemak te stellen. Ja. Om ze een beetje te laten wennen aan dat hele gevoel of zo. En bij anderen is het de eerste klik en dan denk ik, oh, ik heb het eigenlijk al, maar dan denk ik, en dat vind ik dan ook zo nullig om meteen. Dus dan ga ik dan nog, dan doe ik daar nog iets mee, zeg maar. Want je weet vaak wel, als je een foto hebt gemaakt, van dat is hem. Ja, ja. Je hoeft niet thuis bij je computer te kijken, want dan weet je eigenlijk al. Ja, dat doe je natuurlijk wel, want dat is een beetje, ja, dan denk ik van, oh, misschien zie je niet over het hoofd, maar het is 99% van de tijd is het beeld wat ik op mijn camera zag en daarbij al voelde van, oh, dat is hem. Ja. Ja. Oh ja, van stel je een geportretteerde, dat is een moeilijk woord voor mij, geportretteerde op zijn gemak. Van, ja, voor mij is het... Praat je eerst of wat doe je? Ja, hoe ik iemand... Nou, ten eerste is het voor mij, ik ben dus een fotograaf die inderdaad liever heeft dat iemand op zijn gemak is. Puur omdat ik dan ook niet op mijn gemak ben. En hoe ik dat doe, ja, dat verschilt. Dus bij de een zal dat zijn... Door gewoon heel stil te zijn en met die persoon mee te gaan. En bij de ander is dat juist heel duidelijk aangeven wat ik doe. En lopen we dat samen door. En bij een ander, ja, weet ik veel, is er eigenlijk niks aan de hand. En is het een soort, ja, weet ik veel, gaat het heel snel en vlot. En praten we over heel iets anders. Dus het ligt natuurlijk heel erg aan wie ik voor de camera heb. Maar hoeveel mensen heb je foto's gezet? In totaal? Voor dit project? Oh, ik denk al. Nee, voor dit portret waren volgens mij 10 portretten. Oh, oké. Okay. Ja, en dan neem je een uur of zo voor één portret? Ik ben een half uur, dan heb ik het wel. Maar goed, ik moet die mensen natuurlijk ook vinden. Dus dat betekent vooral daar rondjes rijden, volgende eiland zien en vragen. Dat doe je allemaal zelf? Ja. Je research? Ja, in dit geval doe ik dat allemaal. Okay. Ja, omdat volgens mij is mijn werk ook, juist ook de keuze voor de personen. En dat zijn toch mensen waarbij ik dan een soort klik of iets zie of zo. En wat had je met deze man? Ja, die ogen en die oren en zijn hele hoofdje. Ja, dat is toch... Ik ging een keten in, omdat ik een bouwer zocht. Dus ik ging zo'n keten in en dat is natuurlijk... Nee, dan kom ik zo, hoi. En dan zitten natuurlijk 6 of 7 mannen die denken... Hé, ja, wij willen wel meedoen. Ja. Ja. En hij zat zo doodstil in het hoekje. Maar ik dacht, ja, ik wil eigenlijk die man. Dus nou ja, dan moet ik dat een beetje handig. En dan uiteindelijk lukt dat. Dan heb ik deze man. Ja. En hij wilde ook wel? Ja. Nog meer foto's van deze serie? Of was dit het? Pauze. Volgens mij, je hebt er niet meer. Nou, ik heb nog wel vragen over, wat technische vragen nog. Van, mm-hmm. Van, krop je veel? Van, dan,
Dan heb je een foto gemaakt en zeg je van, ik maak een andere uitsnede, want dat is toch spannender? Of heb je het meestal in je... Nou, kijk, als ik met de Mamiya fotografeer, dan heb ik al... dan vind ik dit formaat vind ik fijn. Ja, misschien is dat 4x3, maar op mijn Nikon zijn het wat langere beelden. Ik vind het lange formaat vind ik niet mooi, dus dan haal ik boven en onderkant en dan maak ik hem ook zeg maar dit formaat. Dus op die manier krop ik iets. Maar ja, vaak ook niet. Ik zal er niet... meestal, dat gebeurt eigenlijk nooit. Of het moet dan in de krant of zo dat ze... opeens een of andere layout, dat daar dan een soort, dat er echt heftig op gekropt moet worden. Maar ik heb ook niks tegen of zo. Ik vind als, ja, het kan natuurlijk zo zijn dat je iets, een goede blik of een goede kop gefotografeerd hebt, maar dat je net denkt, ja, dan moet eigenlijk gewoon veel dichter erop. Ja, dan doe je dat. Maar, ja. Ja. En altijd zwart-wit of veel zwart-wit, waarom? Als je naar mijn foto's kijkt, dan ik versimpel eigenlijk beeld. Hè. Dus ook mijn Amerika-portretten, dan fotografeer ik niet de hele omgeving erbij. En, dus alles wat stoort haal ik eruit. En in mijn geval vind ik vaak kleur ook storen. Voor mij gaat het heel erg om die vorm, om de emotie, om het voelen van materiaal. Ik vind dat ook. Maar daar is kleur voor mij voelt niet echt iets toe. Dus vandaar zwart-wit. Nee, de omgeving doe ik niet heel vaak, hè? Nee, de omgeving is soms wel daar. Maar op een manier dat hij het portret ondersteunt. En niet per se echt een verhaal, nog een extra verhaal vertelt. Er hoeven niet verschillende dingen gebeuren op een foto van jou. Nee. Gaat het niet al echt om kleur en de persoon? Ja. En ik zie dat je ook met lampen werkt, hè? Mm-hmm. Echt van die grote dingen en dan of rechtstreeks ook helemaal direct op het gezicht ook. Mm-hmm. Is wel heftig. Maar het is ook natuurlijk praktisch gezien, kijk, toen ik in Amerika was, dan heb ik ook niet een assistent bij me en dan sta ik buiten met wind en een paraplu, dus ik moet ook op de statief staan, anders waait hij gewoon om. Ja. Dus ik zet het allemaal, ik heb natuurlijk voor mezelf een setting gecreëerd waarin ik waarin ik dat in mijn eentje kan doen. En voor mij hoort die lamp hoort heel erg bij de camera. Ik heb die lamp, ik weet precies hoe die reageert. Wat ik. En dat een kleine links lamp? Of rechts. Meestal wel. Soms twee, maar. En recht achter? Ja, ook niet altijd recht achter. Ik hou wel. Mag wel. Nee, ik gebruik wel veel licht, maar ik vind het. In sommige gevallen vind ik het ook mooi als er een klein verloopje op het gezicht zit. Of dat er. Maar dat zijn hele minimale bewegingjes. Ik zal niet snel met een tegenlichtje gaan fotograferen en dan dingen bounce of zo. Dat vind ik dan alweer gedoe. En daar wordt volgens mij dat model dan ook niet heel blij van als ik eerst een uur ga staan van ik ga eens even dit wielen of dat. Dan was zo'n stevig vleetlichtplak eigenlijk nooit apart licht. Hè, van, nee. Daar zou je voor kunnen kiezen dat je gebruikt natuurlijk licht. En, ja. Maar als ik dan al met die Mamiya fotografeer, dan heb ik wel echt een probleem. Of dan heb ik eigenlijk bijna nooit genoeg licht om voor die camera. Dus dan los ik dat op deze manier op. Ja. En inderdaad, Stefan die is daardoor weer kan weer veel meer bewegen. Terwijl ik ben zo gewend aan die lamp dat het voor mij ook niet meer qua dat een beperking dat is. Dat hoort bij jou, zo fotografeer jij. Ja, in het ergste geval hou ik in een hand die lamp en in een andere de camera. En bedoel, ik ben zo gewend aan dat ding dat het ook niet meer echt een probleem is. Of zo. Nee. Ja. En met diafragma's, luidertijd, dat soort dingen, ga je per situatie ook bekijken van hoe je dat instelt? Ja. Maar dat ook daarbij geldt natuurlijk dat als je dat. Ja, en als je dat zo vaak doet, dan. Kijk, als ik hier een portret zou maken, ik hoef geen blauw licht of zo erbij, hè, snap je? Dus dan. Ik heb natuurlijk voor mij een soort setting in mijn hoofd van ik weet, nou dat werkt. Maar soms als ik een commerciële klus moet doen en er moet een soort sfeerlichtje bij of zo, dan weet ik van, dat moet even anders of dan speel ik daarmee. Maar ik heb natuurlijk heel erg mijn manier gevonden waarop ik snel en makkelijk kan werken, zodat die apparatuur zo min mogelijk ook afleidt van. Van dat daadwerkelijke moment. Ja. Oké, ik wil dit blok afsluiten. Lekker kort. Hebben jullie hier vragen over? Niemand hoeft iets te weten over techniek. Heel saai dus. Zo ja. Ja. Nou, dan wil ik naar het laatste blok. En dat gaat over ook filmpjes. Je maakt de laatste tijd ook films. Mm-hmm. En dit is een filmpje die je hebt gemaakt voor de bijenkorf. Ja. Schoonheid gaat niet per se om uit, maar vooral vanuit binnen.
durven zijn wie je wilt zijn. En wanneer je dat bent, dan kun je jezelf een echte schoonheid noemen. Een combinatie van het fysieke en het mentale gedeelte, maar tegelijkertijd ook heel sierlijk. Kracht en sierlijkheid. Veel mensen hebben tegen mij gezegd dat ik dingen niet kon. Vooral wanneer iemand zegt dat ik iets niet kan, wil ik het tegendeel bewijzen. Ik wil mensen laten zien dat ik dingen wel kan. Wanneer ik dat masker opzet, dan komt er een beest in me los. Dat heeft me sterker gemaakt. Mooi. Ja. Heb je jezelf aangeboden van ik kan ook filmpjes maken? In dit geval werd ik gevraagd om de campagne te schieten. En ze hadden een soort of idee. Maar toen dacht ik, ja maar, dit is wel echt een heel mooi idee om daar inderdaad ook film bij te doen. En ik deed voor KPN doe ik af en toe filmdingetjes. En het is dus ook weer voortgekomen, die doe ik dus dan met Maarten. Hè, want ik film dus dan zelf niet. En toen kwamen zij met dit, dacht ik, nou als ik nu, ik moest 8 vrouwen fotograferen. Ik dacht, als ik nou van 4 vrouwen een filmpje kan maken. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En die draaiden dan in de etalages, draaiden ze dan deze filmpjes. En wat is jouw rol? Ja, mijn rol. Ik bedenk natuurlijk hoe die filmpjes uitkomen te zien. En inderdaad, ja, ik heb dan wel niet de camera op mijn schouder. Maar ik heb natuurlijk wel de leiding in samen met Maarten. Dat idee dat ligt natuurlijk bij mij. En ik ga samen als de film gemonteerd wordt. En welk geluid eronder komt overal. Daarin beslis ik, zeg maar. Ja. Jij bent degene die het maakt. Ja, ja. En je gebruikt mensen. Ja. Omdat je zelf niet wil filmen. Nou, omdat het simpelweg ook niet kan. Ik bedoel, op een gegeven moment worden projecten en dingen zo groot. Dat is al onmogelijk om dat zelf te doen. En ja, ik kan goed naar geluid luisteren. Maar ik kan het niet maken. Hè? Dus op een gegeven moment moet je ook ervoor kiezen om gewoon een team samen te stellen. Waarbij je dan samen dus mooie dingen maakt. En kijk, een foto kan ik alleen maken. Maar bij film wordt dat wel echt ingewikkeld. Bij Brandy bijvoorbeeld heb ik straks in de expositie komt ook weer film. Dat doe ik dan samen met Maarten. En dan doe ik ook geluid. Ja, dat is niet de meest voor de hand liggende manier. Maar ik wil zo'n klein mogelijk teampje. Maar goed, als ik dan in Nederland kom, dan gaat iemand een geluidsbeeld maken. Gaan we dan samen aan zitten. Ik bedoel, volgens mij moet je dat ook niet zelf proberen. Moet je juist ook de ander zijn kunde respecteren en die gebruiken. En wat vind je leuker? Wat ik leuker vind. Nou ja, kijk, fotografie, dat zit natuurlijk zo in mij. Ik zou dat niet weg willen denken. Film kan ik misschien af en toe nog een beetje onzeker in worden of zijn. Maar ik vind video ook wel. Ik vind het ook wel echt een verlengstuk van mijn werk of zo. Dus het is volgens mij absoluut een interessant ding waarin ik nog heel veel kan ontwikkelen. Het zijn namelijk ook twee totaal verschillende manieren van kijken, van benaderen, wat dat betreft. Heb je nog ideeën voor andere filmpjes? Autonoom of een opdracht? Kun je wat over vertellen? Ik ben nu bijvoorbeeld een muziekclip met iemand aan het maken. En in de expositie bij Jan had ik bijvoorbeeld een video-installatie, maar het wordt ook, en nu ook bij Randy weer, maar dan op een grotere manier. Het is ook gewoon in mijn eigen projecten daar. Ik bedoel, het heeft wel echt een grote rol ook in mijn, okay. In mijn werk. Ja. Ja. Dus je gaat ze gewoon combineren met media. Ja. 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 Okay. Dan naar Studio Aleppo. Ja. Dat is jouw nieuwste project, geloof ik. Ja, het was 50 inwoners van Den Haag. Nieuwe en oude inwoners. Bij nieuwe inwoners moeten we denken aan bijvoorbeeld vluchtelingen. Oude inwoners kopen een portret gemaakt door mij. En daarmee kochten ze dan meteen ook een portret voor een nieuwkomer. Dus op die manier heb ik 50 portretten gemaakt van inwoners. Is het een eigen project? Nee, het is een initiatief van de fotograaf Isa Touma. Hij komt uit Aleppo, heeft daar glasnegatieven gevonden op straat. En heeft die
nou ja, ontwikkeld en die gasnegatieve reizen over de wereld over. Maar ditzelfde idee wordt dan bijvoorbeeld in Helsinki of weet ik veel, op verschillende plekken wordt dat initiatief getoond en wordt er ook gebruik van gemaakt. Dus op iedere plek is er dan een fotograaf die dan doet wat ik doe. Een project is gericht op een andere beeldvorming van vluchtelingen. Hè? Ja, ja. En hoe vul je dat in? Ik kan alleen maar zeggen hoe ik dan, hè, wat ik dan denk dat daar iets mee te doen. Maar kijk, voor mij, ik denk dat het voor mij een heel passende manier was om iets daarmee te doen. Ik vind het echt moeilijk dat mensen zo snel een oordeel hebben, in het algemeen. Daar heb ik niet eens over alleen vluchtelingen, maar zijn vaak geneigd om heel snel iets te vinden ergens van. Ik vind dat rondom vluchtelingen in een extreme vorm is. Mensen schreeuwen veel, maar weten eigenlijk helemaal niet over wie we het nu hebben. En ik dacht, als ik nu portretten maak en gewoon alleen maar die beelden laat zien, dan zien we gewoon ja, mensen. En dan hoop ik dat er natuurlijk dat ook af en toe. Het wordt ook altijd zo gehamerd op die verschillen, terwijl ik dus denk dat er heel veel overeenkomsten zijn. Het is een mooi. Oh, daarvoor dacht ik even, maar deze. Ja. Had ook in je Amerika-project kunnen zitten eigenlijk. Dat is, ja, en ja. Zie je wel heel duidelijk van jouw stijl. Ja. En, ja. Ook heel waardig. Ja. Huh? Ja, daarom. Dus volgens mij het is gewoon goed om. Ik hoop dan dat ik een soort ruimte geef om gewoon eens te kijken of zo. Zonder dat iemand maar zegt wie we nou eigenlijk zien, of wat we zien, of wat het verhaal is. Gewoon eens kijken. Nou ja, wat zien we dan zelf? Want ik bedoel, jij kan iets heel anders hierin zien dan ik of zo. Dus daarin, ja, dan vond ik het een interessant project en dacht ik, ik ga dat doen. Ja, nou, ik ben dus momenteel een fotofestival in Leeuwarden. En mm-hmm. Een van de projecten is ook dat vluchtelingen en wijkbewoners elkaar hebben gefotografeerd. Ja, ja. En daar is een expositie van, ook in het blok en spoort. Ja. Wat vind je ervan? Nou, ik vind dat goed. Ik bedoel, op die manier fotografie is natuurlijk ook een manier van contact maken. Het zien van een foto, maar ook het maken daarvan. Dat hebben jullie in dit geval dan gedaan. Dat is een mooi idee. Ja. Maar wil je met de fotografie ook wat bereiken? Of wat is jouw doel eigenlijk voor fotografie? Is dat alleen maar om zelf je lekker te voelen? Of is het meer om waarom fotografeer je eigenlijk? Ja, ik denk om verschillende redenen. Natuurlijk is het inderdaad hè, om voor mezelf een houvast te hebben. Ik vind heel vaak als ik iets fotografeer of het moment, vooral bij mijn Amerika-projecten of bij eigen projecten, dan zijn die momenten of alles wat daarbij komt kijken is zo groot. Dat past. Ik heb ook gewoon het gevoel dat het niet past in mij. Dat is zoveel dat ik dat gewoon wil dat delen. En ik wil dat iedereen dat voelt of ziet of dat daar iets gebeurt. Dus dat is natuurlijk ook voor mij een reden, maar het is ook omdat ik gewoon geloof dat we vaak heel snel aan iets voorbij gaan, terwijl ja, ik hoop dat ik een soort ruimte schep om even dan te kijken naar iets of iemand of zo. Misschien denk je dan iets anders, misschien denk je dan niks, misschien ja, weet ik veel, dat er in ieder geval iets gebeurt. Ik vind dat misschien wel juist walging of vind je iets. Ik kan me nog herinneren toen ik afstudeerde met die meisjes in de prostitutie, er was een man. En sowieso gingen heel veel mensen daar los op. Maar er was één man en die walgde echt. En die kotste echt zo dat forum vol met allemaal. En toen dacht ik, dit is eigenlijk heel goed. Want over 10 jaar, deze man die vergeet mijn foto's nooit meer. Dus ik bedoel, ik heb hem schijnbaar zo gefrustreerd met mijn lelijke, technisch slecht uitgevoerde foto's. Dat deze man daar volledig door geobsedeerd is nu. Maar het heeft dus wel iets gedaan. Dus schijnbaar, hè, dat blijft wel in zijn hoofd hangen. Dus ik vind dat. Ja, dat kun je dus met een foto doen. Je kunt dus mensen blij maken, je kunt mensen frustreren, je kunt ze echt. Dat is allemaal de kracht van fotografie. Dat vind ik wel. Het is iets heel groots, is dat. Hier zitten allemaal fotografen. Van, wat tips kun je hen meegeven dan? Dat vind ik dan weer moeilijk natuurlijk. Wat voor tip? Ik denk uiteindelijk. Vanaf dat ik op de academie zat, ik bedoel, er is natuurlijk altijd tegengas en mensen hebben inderdaad ook natuurlijk een mening over je fotografie en over hoe en wat en weet ik veel. Terwijl ook weer nu met mijn Amerika-project en Randy, het zijn iedere keer projecten die heel dicht bij mij liggen en daardoor volgens mij ook werken. Dus volgens mij, hè, we hebben het altijd over een eigen stijl, van ook probeer je eigen stijl te vinden. Ik geloof niet dat het niet die benadering is. Volgens mij is die eigen stijl
de weerspiegeling van de fotograaf in het werk. En is dat wat het passend maakt bij jou of bij mij of bij een ander. Dus ja, de tip is dan die, om daarop te focussen. Zoek het bij jezelf. Ja. Ja. Oké. Nog vragen? En dit is de laatste ronde vragen dan. En er moet in ieder geval 2 vragen komen. Wie wil als eerste? Wie stak dan zijn hand op? Ik zag hem niet. Oh, daar. Ik ben Piet Bakker. Als de mensen voor jou poseren, hè, dan bijvoorbeeld zo'n Sophie Hilbrands, die zich heel bewust van dat ze poseert. Eigenlijk neemt iedereen wel een pose aan, maar zoals die Randy bij dat zwembad, dan denk ik van ja, daar heb je hem eventjes, terwijl die niet aan het poseren is. Ja, maar dat is dus niet zo. Want nee, ik, dat is mijn vraag dus. Ja. Hè? Nou ja, kijk, Sophie heb ik gevraagd daar te staan, in de verte te kijken en dan hè, zo. Dus op die manier bouw je het beeld. En Randy was in het zwembad. En ik maakte wat foto's van hem in het water, dus dan op een gegeven moment vraag ik van, oh, kom eens op dat randje. En hij had een soort grapje ervan gemaakt dat hij de hele tijd rare, silly eyes noemt hij het, naar mij doet. Dus een gekke koppie trekt, zeg maar. En toen, en hij was een beetje zo aan het wegdromen de hele tijd. Zo van, dus ik wilde hem erbij houden, dus ik vroeg van, doe eens eventjes die silly eyes. En toen deed hij dat, en dat is dus het beeld geworden. En dus op die manier, vorm je dan toch dat beeld natuurlijk. Maar je gebruikt dus inderdaad de aspecten of de dingen die je zag bij iemand. Of die, die je triggert. Je blijft dus in feite sturen. Het is niet zo dat je ze probeert te pakken op het moment dat ze niet door jou gestuurd worden. Nee, ik blijf ze sturen, maar wel in een soort... Ja, dus ik zet een aantal dingen, namelijk de plek waarop iemand staat. Bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een beeld gemaakt, die kan ik je nu niet laten zien. Maar dan zie je zo van die grote schotels op de grond in Amerika. En Randy staat daarvoor. Dus ik bepaal de locatie. En vervolgens geef ik hem een paar aanwijzingen van... doe eens je t-shirt over je hoofd of uit of weet ik veel. Maar daarin kan natuurlijk iets ontstaan. Dus ik zet een soort van kader. En daarin er moet natuurlijk nog wel ruimte zijn voor die anderen ook om iets te doen. Of iets te laten ontstaan. Want anders wordt het helemaal zo'n soort bevroren ding waarin op iedereen... dezelfde manier staat. Dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Ja, het blijft een soort spelletje. Ja, het is echt een spel. Zo zie ik het ook echt. Ja. Ja. Een leuke vraag. Volgende. Hier vooraan. Je bent nu op reis geweest naar Amerika. En heb je wat meer geleerd, denk ik. Zou je nu, zoals in deel 1... wat je vertelde over die 5 fotografen... zou je dan nog een keer in zo'nzelfde situatie belanden... dat ze jou in een positie brengen wat je eigenlijk niet zou willen. Als ze dat jou nu zouden vragen, zou je dat dan weer doen of niet? Je bedoelt van een fotograaf die mij iets vraagt of in het algemeen? Van een fotograaf? Ja, dat gebeurde na de reis. Dus ik bedoel, ja. een onderdeel ervan, en dat merkte ik andersom heel goed, is dat ik natuurlijk... Ik kan de ene dag zeggen, ja, je mag me naakt fotograferen en daar heel zelfbewust instappen zonder dat ik over mijn grens ga en de volgende dag me rot voelen en dat helemaal niet aankunnen. Dus daarin onderschatte ik mezelf een beetje. Het is natuurlijk weer zoiets. Ik ben er dus heel erg bewust. Dat is het ding. Ik ben op een extreme manier, waarschijnlijk omdat ik het zelf niet goed kan aangeven, ben ik op een extreme manier met de geportretteerde daarin bezig. Van ben ik nog, ben je daar oké mee? Ik benadruk ook constant van. Dus ik zeg ook waar de foto voor gebruikt wordt en zo. Niet dat iemand per ongeluk of heel terloops, want dat gebeurt nu eenmaal. Ik bedoel, als je mij ziet fotograferen, het gebeurt allemaal heel terloops. Dat je niet opeens denkt, shit, wat heb ik nu gedaan of dit wil ik helemaal niet. Dus ik ben constant, heb ik mijn poolspriet uit om te testen of iemand nog oké is met wat ik doe. En mijn foto's kunnen best wel confronterend zijn, maar dan wil ik daar wel met iemand ingestapt zijn die dat ook, die daar ook echt oké mee is. En die denkt, ja shit, ik heb nu geen keuze, ik doe het maar. Dus waarschijnlijk omdat ik zelf heel slecht in dat aangeven ben... ben ik daar andersom dus ook best wel op gefocust de hele tijd. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, dit was het laatste. Ik heb nog heel kort willen zeggen van... Er is momenteel een fotofestival in Leeuwarden. En op 9 verschillende locaties.
En er zijn 50 Friese fotografen die aan meedoen. Nou, ik wil jullie van harte uitnodigen om daar een kijkje te komen nemen. Er zijn nog twee weekends na dit weekend. Dat is volgend weekend van donderdag tot en zondag. En het weekend daarop ook van donderdag tot en zondag van 11 tot 5 uur. En als jullie met je kaartje van C. Leeuwarden bij ons bij de kassa komt, krijg je €2,50 korting. Dus een beetje een marketingactie dus. Dus dan, en ik vind het wel van harte aanbevolen om dat te doen. Je kunt vanmiddag ook nog even gaan kijken. Dus ik weet niet of jullie van ver komen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. En natuurlijk Robin. En ik wil graag een applaus voor haar. Doe het, ja. Nou, iedereen krijgt altijd een procentje van mij. Dus ja. Er zit geen wijn in, want we houden van bier. Nou, leuk dat je er was. Dankjewel. En ik heb begrepen dat er nog een meet and greet was. Nee, ik weet niet precies wat de bedoeling is. En ik dacht dat we dan verzamelen bij de trap. Ja, toch? Verzamelen bij de trap. En. Dus voor de mensen die van het Fries Foto Festival een bandje hebben en leren en vriend zijn geworden, is er nog een gelegenheid om meet and greet. Het is iets uitgelopen, maar ik geloof dat niemand dat echt erg vond. Daardoor is de volgende presentatie of lezing over smartphone fotografie, wat je gewoon mee kunt. Doe een kwartiertje later, dus dan heb je nog tijd om rond te kijken. En ja, dankjewel.